Nee, pas. Oh, je past. Ja. Ik denk, Bas, welke pas zit in ons team dan? Het is tijd voor de allerlaatste aflevering van de 250K-show met Lasse Schöne en Joël Veldman in betere tijden. Nou ja, wij volgen het door de filmpjes af en toe te kijken natuurlijk. Dus soms staan er, kijk ook wel de Ajax TV, maar op YouTube komen er toch andere filmpjes dan dat je op de normale site ziet, zeg maar. Dus ja, af en toe komt er wel het een en ander voorbij, ja. Ja, ik zit er zeker wel, ja, 5 keer in de week zit ik er wel op, ja. Ik vrij weinig moet ik zeggen. Ik kijk niet zoveel naar de YouTube, dat is meer mijn zoon die achter de scherm zit filmpjes te kijken. Maar nee, ik zelf kijk er niet heel veel. Nee, niet zozeer mij, maar meer eigenlijk gewoon alles wat met Ajax te maken heeft, vind ik wel leuk om naar te kijken. Om nou even één uit te zoeken. Je hoeft mij niet aan te kijken. Jij bent degene die daar 5 keer in de week op zit. Ja. Nee, de 10 beste goals van Joël. Of die zijn daar wel? Kan die wel gemaakt worden? Ja, die kan nog net gevuld worden. Ja. Pas tiffies, jongen, daar zal je nog op baas staan. Bal terugleggen, ja, mooi gespeeld. En wat een fantastisch doelpunt. Hey, gaf ik eens iets van. Ja. Weet je nog? Nee, ik kan me nog herinneren dat we aan het golven waren. Nou, dan sloeg al die plag uit het gras. En er staat daar een rode auto. Hè. Hoe vaak hebben jullie die geraakt? We zijn wel een paar keer in de buurt geweest. Dat denk ik. Weet je, dat soort dingen, ja, dat zal je nooit bij een andere media zien. Nee. Dat zie je natuurlijk alleen bij Ajax TV en dat is wel leuk, ja. En Ajax TV heeft een prachtig, groot en uitgebreid archief. En dat zien we onder andere in de categorie Wat zeg je? In Hoenderloo kwam begin deze week het nationale elftal onder 17 bijeen. Ajax is met maar liefst 6 spelers hofleverancier voor de ploeg van Albert Stuyvenberg. Is het leuk dat er veel Ajaxiden in het team zijn? Ja, dat trek je toch wel. Dan voel je ook wel meer thuis dan. En als je eraan komt, dan kan je niet gelijk met anderen. Eerst gewoon even rustig bij je eigen teamgenootjes, dan komt het vanzelf wel. Wat weet je verder over het WK in Nigeria? Ik zal je vertellen, ik weet het ook niet. Oh, jij weet het, dus jij? Oké. Weet je over het WK in Nigeria? Dat het warm is. Ja, ik zit ook aan zoiets. Moet ik ook? Ik heb geen idee. Ik zei zoiets iets van, nou ja, het ligt in Afrika, het is warm. Nee, dat zijn heel veel antwoorden, dus dat kan niet. Ja, wel eentje kiezen. In Nigeria. Ik ga met jou mee gewoon. Nee, mag dat niet? Nee, dat mag niet. Dat het in Afrika ligt, zoiets. Wat weet je verder over het WK in Nigeria? Dat het een warm land is, dat er muggen zijn. Malaria. Met een bepaalde ziekte, ik weet even niet uit mijn hoofd. Malaria. Juist. Hoe kan jij dat dan weten, man? Dat is een goede gok. Okay. En ja, dan kan je doodgaan, maar daar krijgen we allemaal goede prikjes voor en pilletjes. Dus we moeten goed voorbereiden. En ja, het gras is ook anders, het is hoog. En hun zijn het allemaal gewend, maar moeten wij nog aan. Dat is zo chill. 1-0 Schöne, ja, eerlijk is eerlijk. Oh, dit is mooi. Oh, prachtig. Mooi. Ja, wat weet ik nog van de tijd dat ik er niet uitzag? En misschien nog steeds niet, maar dan mogen jullie beoordelen. Laten we ons niet overuit in deze zware tijden. We gaan door naar de categorie Wie is het? Oh. Ja, nou, ik zag het op tv en toen had ik gescoord en toen ging ik naar de vlag, alleen toen wou ik dat doen, alleen toen zat de vlag vast. Toen kon ik het niet doen. Toen had ik maar een ander gedaan. Maar... Deze jongen moeten wij kennen? Toch iets zeggen. Pas. Wie? Nee, pas. Oh, ik heb pas. Ik denk Bas. Welke Bas zit in ons team dan? Ja, ik zit Eiting of De Ligt of zo, weet je wel, zoiets. Nee, De Ligt zou ver boven de wedstrijd komen. Misschien heeft hij groeispurt later gekregen. Ja, dat is waar. Roep maar wat. Tony? Ja, ik weet het ook niet. Ik zou, ik, weet niet hoe ik zeg Eiting, die weet altijd wel van lullen. Ja, De Ligt! Je was wel De Ligt! Ik zei het nog, jongen! Naar de vlag, alleen toen wou ik dat doen. Alleen toen zat de vlag vast. Het was De Ligt, man. Maar ik weet niet of het nog mag. Nee, mooi. Als je een omhoog hebt gemaakt, dan doet hij meestal achter. Ja, dat is Justin, ja. Het blijft 1-0, mooi. Mooi zeg. Zijn ze jong, hè? Ja, zijn ze nog dit. Maar We gaan door naar de volgende categorie. Veel of Fame. Is het niet zwaar, is het? Ja.
Ja! Oh, die pak je goed. Zeg. Ja! Mooi, toen trainen ze nog daar, ja. Zat hij erin, ja, hè? Hij pakt hem. Ja. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar ja. Mag wel. Moet toch een beetje. Ik zeg dat hij mist dan. Een beetje vertrouwen op Suarez. Zo, klim vast! Zo, klim vast! Ja, pak hem wel, man. Klim vast! Nou, iets voor, wielredding. Voor aankomende zondag. Dat zijn jonge dagen. Zo duik nu, dan breek je een heup, denk ik. Nee, dat was geweldig. En we halen het ook nog vast ook. Ja. Ja, doet hij goed. Lassie pakt een 2-0 voorsprong. Tijd voor de volgende categorie. What's next? Hey, Björn. Parijn. Wat gebeurt hier ook alweer? Jeetje, John. Oh, ja, hij gaat hier helemaal stuk volgens mij. Er gebeurt iets dat hij helemaal lacht of zo. Voor mij gaat lacht hij zich rot. Zoiets was het. Ja. Ik zag Björn achter de achtergrond. Zou Björn misschien verstrijkelen of zo? En, dat hij dan helemaal in deuk ligt. Ja, zo. Ja, je weet hoe hij... Wat doet hij? Ik heb geen idee. Tijd gewoon, man. Tijd. Zie. Goed hoor. Oh, ja. Hij verdwijnt gewoon. Ja. Christus. Oh, niet gedacht. Vandaag geen dubbele punten in de voorwerpenronde, maar Joël kan toch de eer nog redden. Ja, dat hadden die gasten gespeeld. Ja, dat is het kartel. Ja. Kartel? Dat klopt. Het zijn spelletje van... Hoe is dat het? Davison? Ja, Davison, André. Matteo, André. En Matteo, denk ik. Nou, dat was een makkie, toch? Nee. Dat was de vraag al? Nee. Afterlife. Siempre de empezar con la trampa. Dos. Dus a ver si hay sido alcohol. Completa el juego dentro de 30 segundos. Eierlopen. Eierlopen. Estoy temblando, mucha presión. Pero acuérdate, déjamelo con un abuelo. Hey, tiempo. Demoró más de 30 segundos. No, menos. Menos. Dit was wel een hit, ja. Ik weet toevallig nog, met kerstmusjes op. Ja. Dus ik heb wel een stiekem beetje gezien, zie je wel? Ja, allemaal hadden het wel gezien, hè? Hij zat er wel leuk. We hadden even grapjes gemaakt inderdaad. Ja. Ook die manier waar hij het zat. Hey, jij loopt, hè? Ja. Vooral die uitspraken. Ja, dat is leuk. Die horen ze dan nog een paar weken daarna, horen ze die nog, ja. Maar daar kunnen ze ook om lachen, dat is natuurlijk mooi. Ja. Misschien jullie met z'n drietjes, met 3D'en, een Nederlands spelletje of zo. Dat is niet eerlijk, hè. Dan moet je die Deens praten, dat is lachen voor ons. Ja, dat is slecht voor mij. Ja. Dat verlies ik sowieso. Misschien is dat iets nieuws van jou voor de volgende keer. Ja, dankjewel. Gaan we mee aan de slag. Maar eerst even een vetti happen. Oh, kijk eens. Dankjewel. Nou, dat moet je ook doen ook, hoor. En andere mag kant op, man. Gewoon hier doen? Ik weet niet wat het is. Weet je niet wat het is? Wat is het? Kijk uit, jongen. Niet in je gezicht, man. Ah, jammer. Hey. Shit, mijn soep ook nog, al die dingen erin, man. Hey. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Terecht ook weer gewonnen. Ja, dat eerste fragment, dat je dat niet wist. Ja, zonde. Het verliezen moet ook stofzuigen, lijkt me. Nee, mooi. Ja, het is prachtig allemaal, maar het is ook hoog tijd voor de hoofdprijs van de 250K-show. Om jullie allemaal te bedanken voor de 250.000 abonnees die AXTV hebben.
mogen wij een mooie prijs uitreiken. Zeker, en dat maken we vandaag bekend. En letterlijk gaan wij iemand in het zonnetje zetten. En ja, mogen gemaakt door TUI. Ja, een heel verzorgd lang weekend. Ja. Naar Ibiza. Die komt voor een bezoekje even langs, ja, altijd gezellig. En nou, je kan volgens mij in deze link kan jij je inschrijven. En heel veel succes, hopelijk pak jij die prijs. En veel plezier zouden we zeggen. Succes. Veel plezier en succes. En dit was die fantastische 250k show. Volgende week zijn we nog even terug met de prijsuitreikingen. En nu op naar 1 miljoen.